denk dat Céline, die kan natuurlijk heel goed turnen. Die heeft mooie lijnen en met name gymnastisch is ze ook heel goed. Hè. Dus daardoor krijg je al snel bij de jury een hogere beoordeling. Maar met name de mentale vaardigheden van Céline die zijn indrukwekkend. En daardoor is ze gewoon hartstikke ver gekomen in deze sport. Nee, de begin van de weg naar Londen voor mij was eigenlijk toch wel in 2008. Toen ik voor het eerst als juniortje mee mocht naar een Europees kampioenschap. En daar dus aan het ervaren was hoe groot een wedstrijd kon zijn. Vanaf dat moment zat Londen wel heel duidelijk in mijn hoofd. En toen 2 jaar later, toen ik senior was, dus in 2010, stapelde eigenlijk de prestaties zich gewoon op. En vanaf dat moment kwam Londen gewoon steeds dichterbij. Nou, het is eigenlijk, wat mij betreft, allemaal in een logische volgorde gegaan. Ze heeft ook binnen de junioren altijd eigenlijk al heel goed gepresteerd, hè, bij de juniorentoernooien. En toen het eerste toernooi kwam, dus de WK in Rotterdam. Of eigenlijk de EK in Birmingham daarvoor. En toen was het eigenlijk gewoon een logische volgende stap. En dat voelde niet als een hele grote stap. Dat was eigenlijk hetzelfde met de Olympische Spelen ook. Dat was qua volgorde klopte dat allemaal precies. WK Rotterdam, dat blijft iets magisch. Heel toevallig zag ik laatst even de DVD terug. En als ik weer naar kijk, krijg ik gewoon weer kippenvel. Gewoon zo mooi. We hadden gewoon echt een heel hecht team daar ook. En dat was gewoon, was al heel goed, zeg maar. En dan ook nog het sfeer van het publiek en alles eromheen en de aandacht die ik kreeg. Nou, dat ga ik echt nooit meer vergeten, volgens mij. 2011 was eigenlijk niet het beste jaar van Céline. Hè. Op de EK in Berlijn was al niet heel erg sterk. Ze haalden daar wel een brugfinale en een meerkampfinale. Op zich was dat goed. Maar toen begon de enkel, hè, haar linker enkel, begon al vaak vast te zitten en vervelend te doen. Het is een tijdje weg geweest, maar in aanloop naar de WK in Tokio begon dat toch weer. Maar op de WK zelf echt, ik heb uiteindelijk de allround finale gehaald, maar echt die allround finale heb geturnd met zoveel pijn. En als ik daar nu aan terugdenk, dan is het eigenlijk idioot dat ik dat heb gedaan. Maar het is wel goed geweest dat ik het heb gedaan, want ik heb daar wel mijn nominatie voor de Spelen veiliggesteld. Dus ik verwijt niemand iets of het is goed dat ik het heb gedaan zo. Toen is zij na de WK in Tokio, ging zij naar het AMC toe, naar dokter Kerkhoffs. Eigenlijk met de gedachte dat er waarschijnlijk wel niet heel veel aan de hand zou zijn. Toen heeft ze een MRI gehad en toen bleek dus dat ene botje, dat daar een breukje in zat. En dat was eigenlijk een enorme teleurstelling. Hadden we helemaal geen rekening mee gehouden. Ik was zelf op vakantie, ik was volgens mij op de Schelling. En kreeg een telefoontje van Céline, dat was wel grappig. Van Gerben, je moet me helpen, want ze willen nu gips op mijn voet doen. En dat wil ik helemaal niet, want ik wil doorgaan met trainen voor het test-event. Ik had echt niet verwacht dat het gebroken was. Ik had wel verwacht dat er iets zat, maar niet zo erg. En helemaal niet dat ik geopereerd zou moeten worden. De periode tussen het WK Tokio tot aan het test-event is een moeilijke fase geweest, van ook voor mij als turntrainer. Want 50% van eigenlijk alle teams die in Birmingham, Rotterdam en in Tokio er waren, die viel uit. Als eerste Céline, moeilijk besluit, toen Yvette viel uit en uiteindelijk viel Joy viel weg. En toen gingen we toch met een minder sterke ploeg naar het test-event toe. En dat is als coach niet grappig. Ik ben op het test-event wel geweest. Ik, samen met Joy ook, zijn wij gewoon bezig kijken en het Nederlands team aanmoedigen. Maar het was voor mij wel heel... het was wel heel raar om het niet zelf mee te doen. Het was gewoon... het is het moment waar je met je team voor kan plaatsen. En, als je dan echt gewoon eigenlijk het belangrijkste moment van het hele jaar mist,
dat is gewoon, gewoon hartstikke zuur. Op dat moment was het teamtraject overheersend en dat was vooral de vervelende gedachte die daaraan gekoppeld was. Want de scores van Céline op de Olympische Spelen in het test-event-team geplaatst, was genoeg geweest om Olympische Spelen te halen met een team. Nou, toen wij ons niet plaatsten als team, toen had Wyoming inmiddels wel haar nominatie op binnen. En direct kwalificatie omdat het in 2012 was. Eerst besefte ik het volgens mij niet helemaal. Want er kwamen overal vragen van, wat gaat er nu gebeuren? Ik dacht echt, maar ja, ik wist het echt niet. Ik vond en vind op dat moment dat Céline gewoon de allerbeste turnster was. Op het moment dat Ad die keuze had gemaakt, dat was echt een schok, een grote teleurstelling. Ik kan me nog heel goed herinneren, was op een vrijdag. Die hele training die hebben we natuurlijk direct geskipt en ik denk dat we een week lang in de war zijn geweest. En ook gewoon hier in de zaal, het was gewoon... Ik had nog een kans nodig om het te bewijzen en dat had ik nooit gehad. Dus dat maakte het voor mij heel oneerlijk. Maar aan de andere kant, weet je, ik was nog steeds weer bezig met opbouwen. Dus ik had echt twee gedachten in mijn hoofd. De eerste week heb ik echt heel erg gebaald. En daarna was het oké, ik ben reserve, ik moet revalideren. Dus ik moet door. Uiteindelijk hebben we dat besluit toen wel gerespecteerd. En ook Wyoming en Vincent succes gewenst met de voorbereiding op de Olympische Spelen uiteraard. Pas toen Jeffrey Wammers de rechtszaak aanspande en won, die eigenlijk vergelijkbaar was voor Céline, heeft Céline samen met haar management ervoor gekozen om eerst een brief te sturen en uiteindelijk ook naar de rechter toe te stappen. Ik vond het heel moeilijk om de rechtszaak te doen. Want ik ging eigenlijk, voor mijn gevoel, tegen... Het was niet tegen Wyoming, maar het voelde wel zo. En dat vond ik heel moeilijk. Maar uiteindelijk, de spelen zijn één keer in de 4 jaar. En dan ga je toch wel voor het hoogst haalbare. En verder die periode... Het was wel lastig, maar ik was wel echt heel gefocust eigenlijk. En dat heeft me wel er doorheen geholpen. Ja, dat was echt een hele bijzondere periode die voor de rest van mijn leven bij me zal blijven. Want het was nog niet zo eenvoudig, want Céline moest eerst nog vormbehoud tonen op balk. En zij moest nog overtuigen dat zij degene was die gekozen moest worden voor die Olympische Spelen. Maar ze was nog geblesseerd. Dus dat was lastig. Het begon met de EK in Brussel. Ik deed alleen maar balk en brug, want ik kon gewoon nog niet springen. Dat was mijn enkel nog niet goed genoeg voor. Dus als eerste had ik balk en ik had eigenlijk gewoon een hele goede oefening. Alleen met de afspraak, ik landde echt volgens mij 3 passen naar voren. En toen dacht ik echt, nee, daar gaat het. Daar gaat mijn cijfer om te bewijzen. Maar uiteindelijk kwam het toch nog net goed. Dus ik was natuurlijk hartstikke blij. Maar we zaten midden in de wedstrijd, dus ik kon moeilijk juichend over de vloer gaan. Dat heb ik ook niet gedaan. Dat kon ik niet maken, vond ik. Hij moest nog brug en brug ging eigenlijk ook al. Dat was de eerste keer dat ik brug gewoon eigenlijk hartstikke goed deed eigenlijk en een finale haalde. Uiteindelijk in de finale werd ik 5e. Met als besluit de World Cup in Gent, waar zij de magische score haalde die uiteindelijk denk ik wel doorslaggevend is geweest. Even kijken, 3 dagen na Gent kreeg ik dan een telefoontje en dat ik mocht gaan. En 3 dagen later was het Nederlands kampioenschappen. Dus het was allemaal heel raar, want ik was aan de ene kant heel blij van, ik mag gaan, ik mag. En dan was het Nederlands kampioenschap en dan kwam je natuurlijk Wyoming en Vincent tegen. En die dan nu het nieuws gekregen wat ik in februari heb gehad. Dus de NK was voor mij eigenlijk heel dubbel. Want aan de ene kant, ik was natuurlijk hartstikke blij, maar aan de andere kant vond ik het ook wel moeilijk. Omdat ik toch wel een beetje haar plekje had gestolen. Maar na de Nederlands kampioenschappen zijn we volgens mij op de woensdag al vertrokken naar INSEP. Dat is het nationale centrum in Parijs. En daar hebben we gewoon ruim anderhalve week een fantastische stage gehad. Waar we echt in een hele korte tijd ook vloer er weer bij konden pakken. En toen zijn we volgens mij nog een week of 2 weken in Heerenveen geweest. Ja, waar we heel erg één op één hebben gewerkt. En een hele plezierige opbouw hebben gedaan naar de Olympische Spelen toe.
spelen waren echt, echt bijzonder. Echt, het is echt, het is, nou, ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Het is zo mooi. Het is echt zo'n mooi evenement. Je leeft in een dorp met alleen maar sporters en begeleiders. En je ziet, je loopt naar de ontbijtzaal en er zijn mensen die taekwondo tegen elkaar aan het oefenen zijn. Of aan het trainen zijn. Of snelwandelaars die ineens voorbij lopen. Gewoon allemaal aan het trainen voor hun wedstrijd. En in principe het deelnemersveld van de turnsters ken je. Je kent de setting, je trainingshal, wedstrijdhal, podiumtraining. Dat is allemaal hetzelfde. Alleen gewoon alles wat er omheen komt kijken is zo mooi. Het is echt gewoon niet uit te leggen eigenlijk. De prestatie op de Olympische Spelen ging helemaal niet meer over bewijsdrang of iets dergelijks. Dat ging echt over het beste uit jezelf halen en voor jezelf daar staan. En dat paste gewoon heel goed in de opbouw vanaf het jeugd-EK, Clermont-Ferrand, naar de EOF, naar de grote toernooien en als besluit de Olympische Spelen. Ja, waar ze gewoon echt op het moment dat het moest haar beste prestatie ooit heeft geleverd. Om dat daar neer te zetten was echt ultiem. Dat is echt waar je 10 jaar lang voor traint. En dan hoop je dat het inderdaad op het goede moment eruit komt. En dat is gelukt. En dat is gewoon, ik denk mooier kan je het niet krijgen. Nogmaals, je leven is voorgoed veranderd als je eenmaal dat hebt meegemaakt. Na de Olympische Spelen waren er eerst een aantal huldigingen en toen hebben we eerst een lange vakantie gepakt. Toen ben ik 2 weken met mijn ouders op vakantie geweest. Gewoon, dat had ik al heel lang niet gedaan. Gewoon met het hele gezin weg. Dus ik was de eerste week eigenlijk alleen maar heb ik geslapen op het strand. Ik was gewoon zo moe. Maar daarna, ik voelde me wel weer fit en ik had weer zin om te trainen. Dus ik ging weer de zaal in. En echt vrij snel al, echt volgens mij al na de derde dag. Ik deed niet eens iets turnerigs, maar ik stapte gewoon ergens van af en ik scheurde mijn enkelbanden af. En toen lag ik er natuurlijk best wel een tijd uit en toen kwam echt alle vermoeidheid eruit. Toen merkte ik eigenlijk pas hoe erg gesloopt dat 1 jaar dus eigenlijk mij heeft. Of misschien al wel 10 jaren, maar met name het laatste jaar. Dat moment, die periode was wel echt heel moeilijk eigenlijk. Ik was hartstikke moe. Ik had nergens meer zin in. Ik wilde eigenlijk niks. Ik moest bijkomen, maar ik had ook niet de rust om bij te komen, voor mijn gevoel. En daarnaast trok school natuurlijk aan me, want dat had ik het hele jaar van mijn spelen eigenlijk niet echt gedaan. Wij hebben ontzettend veel gesprekken gehad. Hè. Céline en ik hebben een goede band met elkaar. Céline zit ook in een begeleidingsteam met een heleboel experts, dus daar is veel aandacht voor geweest. Ik heb getwijfeld, maar ik wist dat ik niet wou stoppen met turnen. Ik had wel een break nodig, maar stoppen sowieso niet. Mijn eerste wedstrijd na de Spelen was weer de Nederlandse kampioenschappen dit jaar. Ik had echt nog wel op drie toestellen een foutje, maar voor mij maakte het op zich niet zoveel uit. Ik was gewoon weer op de weg terug en het was voor mezelf gewoon goed om weer een wedstrijd te doen. Ik wist ook dat zij bij lange na nog niet op een niveau was waarmee ze het gewoon heel goed zou kunnen doen. Dus het was echt een hele kleine tussenstap. Een eerste treden op een ladder die wel bestaat uit misschien 15 treden om weer te starten. Ik ging 2 weken op stage naar Amerika samen met Lisa en Gerben. Maar ondertussen had ik eigenlijk al wel best wel lang last van mijn andere enkel. En in Amerika werd het echt wel weer best wel erger. En toen, naar Amerika kwam ik terug en weer een scan laten maken. En bleek dat ook deze eigenlijk hetzelfde bordje aan het breken was. Het was nog niet zoals die andere, want die andere was gewoon helemaal door. Maar deze, je zag gewoon al een breuk erin zitten. Dat was echt niet leuk. Je bent gewoon net weer lekker bezig en je hebt weer je drive gevonden. En dan word je eigenlijk weer teruggeworpen. Maar als het nu, aan de andere kant dacht ik, als het nu is en niet meer over 2 jaar, dan teken ik ervoor.
Ik zie de toekomst van Céline als een grote uitdaging. Ik denk dat je niet de prestatie van de Olympische Spelen direct als uitgangspunt moet nemen. Dat is wat de eerstvolgende wedstrijd zal moeten gaan komen. Het lichaam is ook gewoon veranderd. Er is een andere vrouw gestaan. In onze evaluatiegesprekken die wij hadden, dat was heel leuk trouwens. 4 jaar geleden, in 2008, toen was het echt een juniortje die ik vertelde wat zij moest gaan doen. En 4 jaar later, bij onze evaluatie na de Olympische Spelen, staat er gewoon een jonge volwassen vrouw die vooral zelf meedenkt in haar programma. En dat is dus volkomen anders geworden. Dus we zijn nu Céline van Gerner versie 2.0 aan het uitvinden. Hoe we daar het maximale uit kunnen halen. Nou, allereerst is gewoon echt dat die enkel goed blijft. En dat ik gewoon weer terugkom op fysiek niveau. En dat is wel even een grote uitdaging voor nu. En daar ga ik echt hard aan werken. Kijk, je hebt droomdoelen en je hebt doelstellingen. En een droomdoel is om een finale te halen op de Olympische Spelen. En een droomdoel is om een bijdrage te leveren aan het teamresultaat, zodat je met het team naar de Olympische Spelen toe gaat. He, dat zijn dromen. Daarvoor kom je je bed uit en daarvoor wil je ontzettend hard trainen. Persoonlijke doelstellingen voor Céline zijn blijven dat zij in staat is om allround finales te halen. Maar met name op een aantal toestellen, en eigenlijk zijn dat er 3, op brug en op balk en op vloer, is zij dusdanig goed dat als het nu eindelijk eens een keertje gaat zoals dat we willen, dat zij dan daar met de juiste D-scores gewoon heel dicht in de buurt van top 12 of wellicht zelfs top 8 kan komen. De spelers zitten zeker wel in mijn hoofd, ja. Ja. Het lijkt nog best ver weg, maar het is al over 2,5 jaar, dus dat is eigenlijk wel heel snel. Without struggle, there is no progress.